Ben je klaar voor? Ja. Alles zit erin. Ja, nou, kijk eens aan. Alles is er. Nou, hallo allemaal. Dat is een tijdje terug, hè? Dit. Ik denk wel meer dan een half jaar. Ja, dat denk ik. Ik denk dat we voor 2014 niks meer gedaan hebben. Nee. Ik denk dat dit de allereerste GameStop gespeeld wordt van het tweede seizoen. Laten we het maar zo noemen dan. Ja, laten we het maar zo noemen, inderdaad. Nee, ik heb er zin in. Ik ook. Wat gaan we doen vandaag, Martijn? Of wat ga jij doen vandaag? Ja, ik ga Metro 2033 spelen. En de Redux-versie is het plan. Maar om even te kijken hoe het origineel er ook weer uitzag en of het daadwerkelijk veel veranderd is, beginnen we met het origineel. Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Het lijkt me ook een heel goed plan dat ik deze niet speel, aangezien ik de spellen, niet de Redux, maar de originele, allebei helemaal kapot gespeeld heb en ook nog eens een keer het boek gelezen. Ik doe lekker normal, want dan heb ik een mooi boek. Leef je uit. Kijk. Proloog. Nou, dit is dus niet de Redux. Maar dat is ook even zodat we duidelijk een beetje het verschil aan kunnen geven, zometeen. Ja, precies. Deze staat stond op Very High, geloof ik, qua settings. Daar hadden we net al even naar gekeken. Maar ja, het is natuurlijk ook alweer een wat oudere game. Dus dat kan die prima aan. Dan moet die allemaal toch wel mee gaan werken. Waar, waar gaat het eigenlijk over? Want ik heb geen flauw idee. Nou, het is het spel speelt zich af in de Moskouse ondergrondse. Het is een paar jaar na een nucleaire oorlog. En iedereen die eigenlijk ondergronds is gevlucht, leeft in de metro van Moskou. Nou, er zijn wat rare dingetjes gebeurd. Er zijn wat mensen verdwenen, er zijn wat doden gevallen. En Artyom, de hoofdpersoon die jij speelt, is een ranger geworden. En dat zijn de mensen die het lef hebben om nog bovengronds te gaan en buiten te komen. Ah. Dus dat is iets wat je volgens mij nu ook gaat doen. Want ik... Ja, daar gaat toch je gasmasker. Dus dan zal dat toch het geval zijn. Ah, mijn straling dingetje. Wat is dit? Nee, dat is de timing. Hoe lang het duurt voordat je... Voordat je filter... Ik ben niet bezig met de gasmasker geven. Het is hier al een filter. Press T. Oh ja, van de filters en dat. Oké, best. Ja, dan ben je inderdaad bovengronds. Dat was wel een van de dingen. Oh, je moet je wapen laden. Dat was wel een van de dingen die ik prettiger vond in deze game. Was je hebt heel veel van die realistische shooters, maar deze deed daar nog wel eventjes een schepje bovenop. Met alle maskers. Zoals je misschien, nee, nu absoluut niet merkt. Zijn de kogels en de wapens voelen ook echt een beetje post-apocalyptisch aan. Oké, even kijken. Held, hit, waar moet ik... Als je je niet zo goed voelt, kun je of in je hoekje op je duim gaan zuigen, of je kunt gebruik maken van een medkit. Oh. Zoals je ziet is er ook een barsje gesprongen in het plexiglas van je masker. Lastig. Oh, ik moest helpen. Ja, help die man eens. Ik weet het niet. Oh ja, quicktime events. Waarom? Waarom ligt op de grond? Omdat het kan. Omdat je zwak op je beentje staat. Oh, ik ben gewoon een beetje een mietje. Nou, dat woord wilde ik nou niet gebruiken, maar... Ja, ja. Mietje. Lalalala. Nou, zoals je ziet is ook Rusland en Moskou er niet op vooruit gegaan na een nucleaire oorlog. Nee, dat is een beetje rommelig. Vooral de sfeer ving hem in het origineel heel goed. Ik vond het absoluut deprimerend. Maar dat is niet zo erg. Ben ik nou mijn maat al kwijt? Maar goed, dit is sowieso. Dit was de oude versie. Ja, we weten nou hoe die eruit ziet. Dus laten we eens eventjes naar het nieuwe werk gaan. Juist. Het geluid van het spel niet opgenomen. Ah, dat was het. Dus op zich is het ook niet zo heel erg. Nee, ik vind mezelf gezelliger dan het spelletje. Kijk eens aan, Metro 2033 Redux. Yes! Nou ben ik heel erg benieuwd wat ze verbeterd hebben in deze versie ten aanzien van de vorige. Nou, ze hebben in ieder geval hebben ze de engine gebruikt van Metro Last Light. En die hebben ze nog een keer flink opgelapt. Hmm. En dit is het resultaat. Nou ja, resultaat.
Laten we dat eventjes sparen voor de in-game commentaren. Als het, ja, ja, het ziet er nog wel nog steeds deprimerend uit. Ik kan nog steeds wel een beetje zachtjes huilen als ik dit zie. Even kijken. Wat even de video opties. Kijk, want daar gingen we net natuurlijk een beetje... Ja, dit ga ik niet op very high zetten. Dan denk ik dat die... Denk ja, je? SSAA hoef ik niet. Vier keer... Ik heb dat nooit begrepen. SSA, what? Tessellation moet het aan. Weet je, kunnen ze niet gewoon... Weet je, ik ben absoluut... Mooie belichting of zo. Dat ze het gewoon zo noemen. Nou, nee, maar zet er dan een description bij. Ja, dat vind ik ook wel. Eens even kijken. En eigenlijk is dat ook gewoon glazen, want ik ben gewoon te lui om het zelf uit te zoeken. Ik kan natuurlijk ook even Google intikken. FFV. Nee, dat ken je niet, want dan moet je dus die game uit. Ja, of we moeten die andere computer die ik ja. net vakkundig gesloopt heb, die moeten we daarvoor gebruiken. Maar ja. Die doet het dus niet. Even de verduidelijking, links zitten we tegen een turquoise screen of death aan te kijken. Wat natuurlijk toch een beetje het Windows 8 variant is van de blue screen. Ik zou zo zeggen, laten we eens kijken wat Metro 2033... Oh, the phone. Survival. Ja, kijk, je hebt nou die, je kan nou kiezen uit twee verschillende... Oké. Dus more forgiving combat en stealth experience. Of ja, oké. Onderaan is voor brain dead, running into the shit en dood. En dit is voor... more challenging. Nou ja. Horror oriented experience. Ik zeg more challenging. Nou, je bent gewoon normal, hè? Ja, normal. Kijk vanochtend in de spiegel, dat zag er niet heel normal uit. Maar laat ik het toch gewoon proberen. Nou, wat zie je dan? Ah ja. Nou, ben ik benieuwd. Ja, dit doet dus niks, hè? Nee, bij mij niet, nee. Nee, duidelijk. Nou, misschien moeten we daar nog eens een keertje naar kijken dan. We gingen de trap op. In ieder geval, de intro is bijna hetzelfde. Ja, hier ook moet ik met mijn muis rondje kijken. Ja, hier is veel meer spinnenrag. Ja, de belichting is wel beter. Ja, is beter. Kijk, en je hebt een soort refraction, natuurlijk over de muur. Je bedoelt... Stadium. Ah, ja, dat. Ik bedoel, het is gewoon een Nederlandse gamewebsite. Spreek Nederlands. Website. Goed, ik ben ook op drijf vandaag. Nou, hij is hier in ieder geval gevangen. Kijk, ja, ik moet zeggen, het ziet er toch wel anders uit. Maar laten we even kijken. Het ziet er inderdaad een heel stuk beter uit. Dat is die. Oeh, nou, het handje is groter. Ja, sowieso. Hier, kijk, nou draait hij ook echt ergens aan. En die andere... Ja, ik heb Last Light toegespeeld. En daar deden ze dit volgens mij sowieso al. Dus ik was eigenlijk een beetje vergeten hoe... Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Dit ziet er gewoon een stuk beter uit. Ja, absoluut. Dus ze hebben niet... Kijk, hier, dit ding. Dat stond er niet voor. Hier, en hier stond een kistje met mijn wapen. Die is weg. Zo, heb je fotografisch geheugen? Ik niet namelijk. Nou, dat stond hier in die andere, stond hier een kistje. Open die deur. Open een andere deur. Ik heb alles al gepakt, op die. Zo, lekker donker. Of zo. Nou ja. Ik zal wel even netjes springen. Echt? Ik denk dat jij geen lang leven beschoren bent. In deze situatie. Nee! misschien moet ik even zeggen. Ik heb gisteren, we hebben één keer in de twee jaar hebben we een hartstikke leuke familiebarbecue. En om de een of andere reden moest daar aardig bij gedronken worden. Dus misschien komt het daardoor. Ja, ik moet wel zeggen. Mm-hmm. Hij springt gewoon niet! Nou, misschien is dat niet je springknop. Misschien wel, nou, spatie. Een aanloop nemen. Ah, je rot op. Ik doe het hier, doe jij maar. Dan spring jij maar over de kant heen. Oh, oké. Okay. Ja, je komt het trapje niet eens op. Wat is dit? Nou, wat is met het trapje aan de hand? Oké, dus je moet echt op de trap springen. Nou, dat is niet erg. Dat kan. Ik weet niet wat ik daarvan vind, maar...
Ik sprong niet, ik ben er gewoon overheen gerend. Oh, nou. Nou, goed. Probleem opgelost, Martijn zit weer achter de toetsen. Beetje ervan uitgaan dat ik dat wel kan. Lekker. Moet je je zaklamp niet aandoen? Oh ja, dat moet hier aan. Nou, belichting ziet er goed uit. Ik denk dat het gewoon komt omdat wij gewoon te onderhandig zijn. Dat denk ik ook dan. Oh ja. Druk eens op T, kijk eens op je horloge. Oh! Nou, hij schroeft gewoon een nieuwe erop. Oh. Hé, hey, dat vliegende beestje zat er ook niet. Oh, die zien er wel een stuk beter uit. Ja, absoluut. En ik moet zeggen, hij loopt beter als de... Als het origineel. Weg! Hoeveel beesten zijn die, joh? In ieder geval genoeg om jou al je ammo te doen verspillen. Oh, moest ik daar zuinig mee zijn? Ja, dat was wel de bedoeling. Oh, nou, dat is niet leuk. De 1, 2, 3. Kijk of je nou weer op je reet gaat. Nou, sommige dingen veranderen in ieder geval nooit. Nee, ik ben nog steeds een soepel. Let's move out. Ja, ook dit. Oh, dreigend. Netjes achter je collega blijven lopen. Ja, natuurlijk. Billenmaatjes for life. Nou ja, weet je, hij weet waar ik heen moet. Ik heb geen idee, ik doe maar wat. Wee. Oh. Toen werd je bijna voor je vlekken gereden. Door een auto. Ik ben toch een gast. Maar kan je niet meer lopen? Nee. Maar wat staat daar boven, joh? Wat is de maan? Oh, good point. Form a circle. Ik heb nog 10 kogels, hè? Nee. Volgens mij hebben ze juist meer kogels in je handen gestopt. Dat zijn er heel veel. Ja. Nou, let's cowboytjes en indiaantjes cirkeltje. Schijnbaar hebben deze jongens moeite met de bibliotheek. Nou. Ik ben nog oké, okay. Oh nee, je probeert weg te rennen. Nou, die schatjes zijn best sterk. Nou, ik geloof niet dat het er zo goed uitziet voor je, beste man. Ja, gelukkig, je acht dagen eerder ging nog prima met me. Gelukkig moeten we eerst even dit doorkomen. Allemaal voornamelijk Britse onderdelen, of niet? Ja. Ja? Nee. Dat is de VS. Dat is... Moskou. Denk ik. Gok ik. Ziet er Russisch uit. Nou ja. Ja. Artyom. Awake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Zo! Een kaart van de Russische ondergrondse aan de linkerkant. Je mag het lampje uitdoen als je wil. Oh, zal ik het lampje uitdoen? Een beetje zuinig met energie natuurlijk. Nou ja, het is niet een heel groot... Je hebt niet een hele grote eigen kamer, zeg maar.
Nee. Nou, hij hoeft ook niet. Ik ben met... Zo, alles goed, hé. Hey. Hey. Oh, sorry. Een kekmutsje. Ja, zou hij een wetenschapper zijn? Of doet hij maar eens af met zijn witte jas? Je moet wel een beetje beter schoonmaken hier. Als je niet al te veel water hebt, denk ik dat het niet de goede kant op gaat. Hey. Klaarblijkelijk is er aardig wat aan de hand op het moment. Nou, dat is ook wel nog wel wat ik me herinner van het verhaal van het boek in de eerste game. Het is gewoon, als ze willen beschrijven dat echt iedereen volkomen fucked is, dan hebben ze dat heel goed gedaan. Dus de sfeer zit er heel mooi in. En ja, zeker... Kamp je uit. Ja? Je bent van het lampje uit? Ja, joh. Niet veel kost aan energie. Ja. Dan kan ik dat lampje niet uitdoen. Volgens mij mag je andermans lampen niet uitdoen. Dat is flauw. Ja, ik vind het ook niet netjes. Nee, ik laat bij iedereen al een lamp uit. Oh. Maar dit is een hele hoop gelap. Ja, nou, misschien moet je dit even doorspoelen of zo. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk misschien even een paar stukjes knippen, plakken. Wat is dat? Dat is een six-shooter. Een klappertjespistool. Waar zijn die krengen? Au. Sorry. Eén kogel heb ik nog. Nou, die kun je nou voor jezelf gebruiken. Even ergens even de rustige rukje aangeven gaat in deze omgeving ook niet lukken. Iedereen loopt maar zo met je deur binnen. Ja, dat is wel een beetje een ding, ja. Kogeltjes. Ja, dat is even de dingen waar je heel goed op moet letten. Je hebt twee typen kogels. Ja, één is betaalmiddel, geloof ik. Ja, en de andere heb je zelf gemaakt. Maar je kunt die als betaalmiddel kun je ook afschieten. En die hebben een stuk meer schade. Dat scheelt echt. Hier, dat vind ik wel mooi. Ja. Leuk, kan je meenemen ook. Nee, dan kan je aan de gitaar pingelen. Oh. Heb je het gas uitgedraaid voordat je wegging? Ik heb geen gas. Ik heb wel een masker. Ja, maar die mag je nou niet op doen. Nou, ik vind het mooi. It's got pure accuracy and overheats like hell. Fijn. Nou, dat is dus armor-ammo. Ah, een masker. Ik kom een masker. Ja, ook trouwens, dat apparaat waarmee je je lamp op moet laden. Ik herinner me nog wel angstige momenten met heel weinig health en een hele hoop gedonder. Dat ik daar zielig in een hoekje zuigend op mijn duim bezig was met die lamp op te laden omdat het zo donker was. Ja, nee, het is wel een spannend spel. Alleen, ja, ik denk dat je dit dat je wel langer moet spelen om echt de immersie te hebben. Er zit een hele goede immersie in. Wat je eigenlijk moet doen is gewoon 's avonds eens even een pilsje voor jezelf koud zetten of 5. En dan rustig aan dit beginnen door te spelen. Ja, precies. Dat is natuurlijk nu een beetje... En nu is het iets wat afgeraffeld. Eigenlijk is het gewoon is het spel eigenlijk net iets te groot voor games die gespeeld. Dat is het. Alleen... Ja, het is lastig om er een snelle overview van te geven, omdat het heeft zoveel. Ja. Aan de andere kant, het doet niet heel veel nieuws. Het is een shooter, maar wat ze heel goed doen is gebruik maken van die wapens en... Alles rust op het verhaal.
Die wapens voelen echt gewoon aan alsof ze in tussen neus en lippen doorgemaakt zijn. Dat zag je zelf ook wel. Ja. Zeker, deze heeft potentie. Gaan we kopen. Ik in ieder geval wel. Ik zeg, dit was de GameStop gespeeld. En tot de volgende keer weer. Juist. I can do that. Let's go then.